De bond bij het Slans Hospitaal heeft vandaag na een onderhoud met de directie haar actie opgeschort. Dit vertelt bondsvoorzitter Imro Edam in gesprek met onze nieuwsdienst. Edam zegt dat de salarissen van het ziekenhuispersoneel inmiddels zijn gestort. Echter wordt er nog steeds gewacht op het vakantiegeld. Hoewel de bond een reactie van de minister heeft ontvangen op een brief van afgelopen vrijdag, is er nog niets gezegd over de duurzame oplossing waar zij naar uitkijken. En gesproken over die buffer, die de minister via geschreven aan ons toe aangeven dat hij dat zal overleggen naar de regering toe. En wat de vervolgstraject zal zijn, zullen we dat van hem horen. En op basis daarvan hebben we met de directeur aan tafel gezeten, want in principe het is de directeur die ons gesprekspartner is. Wat de directeur ons voor heeft gehouden, hebben we dat ook in die ALV duidelijk gemaakt. En ik kan u wel aangeven dat de gemoederen verhit waren, want men bleef wel op hun standpunt dat ze in actie zouden blijven. Maar met moeite is het ons toch gelukt om de mensen op andere gedachten te brengen, om die actie even op te schorten en de directeur de ruimte te geven om tot donderdag uiterlijk eerst te kunnen proberen om te komen met het betalen van de cleaningstoelagen die wij eerder hebben getekend in de wensenpakket die uiterlijk 31 januari uitbetaald zou moeten worden. Imro Edam, bondsvoorzitter bij het Slans Hospitaal. Hij geeft verder aan dat de bond aanstaande vrijdag weer in vergadering is om een besluit te nemen over het besluit van de directie.